Welkom bij aflevering 154. Mijn naam is Meijer. Wij zijn medereizigers. Door een mini-reisje. Door het tekstboek heen van een cursus in wandelen. Wij zijn in hoofdstuk 22. We hebben die paragraaf, je broeders zonderloosheid. Ik maak er twee video's van. Ik vond dat er heel veel mooie dingen hierin zitten. Oké, Jezus zegt... Iedere illusie bergt pijn en lijden in die donkere plooien van de zware gewaren, waarin ze haar niets zijn verbergt. Het ego is heel goed om zijn niets zijn te verbergen. Door deze donkere en zware gewaren worden zij die illusies zoeken echt bedekt. En voor de vreugde van de waarheid verborgen gehouden. Ja. Jezus vertelt hier hoe wij, wanneer wij nog in illusies geloven, onbewust zijn voor de valkuilen van het ego, die superhandig is geworden in het bedekken van de waarheid. Wij zijn door middel van onze zintuigen zo gespitst op wat buiten ons plaats lijkt te vinden, dat wij in feite met bedekte gewaren rondlopen, zonder om dit te weten, hadden wij niet in de gaten. Nee, wij wisten niet beter. Wij wisten het echt niet. Hoe we het echt massaal gaan doen. Vreugde zoeken in ellende is zinloos. Want hoe kan nu in ellende vreugde worden gevonden? Het enige wat mogelijk is in de donkere wereld van ellende, is er enige aspecten uit te selecteren die als verschillen te beschouwen en het verschil als vreugde te definiëren. Ja, ego is helemaal gek hoor. Buiten in de wereld hebben wij eigenlijk niets te zoeken. Jezus noemt de wereld waarvan wij dromen een bron van ellende. Hij noemt het ook een donkere wereld. Alles is afgescheiden van elkaar. Alles verschilt van elkaar. En wat heeft dat ego ons nou geleerd? Om al die verschillen te vergelijken met elkaar. Het ene verschil is leuker dan het andere verschil. En dan vinden wij een verschil die ons gelukkig maakt. En daaruit mogen we onze vreugde vinden. Oh-oh. Illusies brengen aan hen die daarin geloven slechts schuld en lijden, ziekte en dood. De vorm waarin ze worden aanvaard doet niet ter zake. Het gaat nooit om de vorm. Hè? In de ogen van de reden, de juiste denkgeest, kan geen enkele vorm van ellende met vreugde worden verwaard. Alles wat tijdelijk van aard is, heeft angst als bron. Het ego kent alleen maar tijdelijke vormen van geluk. Maar dan houdt het ook op. Vormen bedekken de ware bron van ons geluk. Ware vreugde en geluk is eeuwig. Dat is echt niet te vinden in illusies. Dit is een cruciale periode in deze cursus. Want hier dient de scheiding tussen jou en het ego te worden voltooid. Voor het ego is dit echter beslist onmogelijk. En niemand begint aan iets als dit niet de hoop behelst ooit te kunnen worden volbracht. Dit komt altijd neer op onze keuze maken, waar kiezen wij? Jezus toont hier zijn begrip voor ons. Hij weet dat het ego weerstand gaat bieden. Hij weet ook dat wij zover zijn gekomen met de hoop om deze keuze te kunnen behelzen, met zijn hulp en de hulp van de Heilige Geest. Wie ben ik?
Nu moet je kiezen tussen jezelf en een illusie van jezelf. Niet allebei, maar slechts één. Het heeft geen zin te proberen deze ene beslissing uit de weg te gaan. Ze moet worden genomen. Jezus weet dat als wij niet kiezen, dat wij in een soort spagaat blijven. En dat betekent conflict. En dat doet zeer, dat is pijnlijk. Hij wil niet dat wij deze beslissing uitstellen. Hij steunt ons. Hij houdt van ons. Hij zegt, kom, laten we voor gaan. Twijfel niet langer. Zeg het gewoon. Zeg het gewoon. Blijf oefenen. Ik ben zoals God mij geschapen heeft. En neem deze gedachten mee. Alle dagen, de hele dag door. Gaan we ons richten op dat wat waar is. Want hij zegt, deze cursus wordt in zijn geheel geloofd. Of helemaal niet. Geen enkel deel van de hemel kun jij wegnemen en tot illusies verwerven. En geen enkele illusie kun jij mee de hemel innemen. Het is altijd het een of het andere. Een verlosser gebruikt de visie van Christus. Een verlosser zegent. Die aanvalt nooit. Wij zijn verlossers. Laten we onze functie aanvaren. Wij zijn verlossers. Hoe dit plaatsvindt, dat gaat ons begrip te boven. Echt, we hoeven ons daar niet druk over te maken. Dat laten we over aan de Heilige Geest. Ja. We maken onze keuze kenbaar aan Hem en Hij doet de rest. Dus we laten weten aan de Heilige Geest, we hebben gekozen voor zondeloosheid. We hebben gekozen voor de waarheid. We hebben onze keuze genomen. Maar help ons daar, begeleid ons daarin om dat te ondersteunen naar. En we zeggen dankjewel. En we delen onze innerlijke glimlach. En we delen een reis zonder afstand. En nu delen we een belangrijke cursus samen. Voor onze waarheid. Ah, dankjewel voor het kijken. Misschien tot een volgende keer, hè? Dag.